Goedendag, welkom bij GPTV. Maandag aan het einde van de avond zorgde een breuk in de waterleiding voor problemen in Drachten. Aan de hemmen, waar de breuk is ontstaan, werd de fietstunnel onbegaanbaar doordat deze onder water kwam te staan. Vele woningen kwamen door de leidingbreuk zonder water te zitten. Rond 1:30 s'nachts was het lek opgespoord en werd de buis afgesloten. Het water werd vervolgens uit de fietstunnel gepompt. Monteurs van het waterleidingbedrijf zijn dinsdag de hele dag druk bezig geweest met het repareren van het lek. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de leidingbreuk is.